Oh! Het ruikt een beetje naar kots. Die kaas. Nee, het ruikt heel zuur. Oh ja, kots is zuur. Het is verschrikkelijk. Ik ben al 10 minuten bezig. Ja, en ik ben echt al lang klaar. En ik heb er letterlijk 1,5 minuut over gedaan. Dus iets gaat hier fout. En het is bij jou. Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Lotte, het is vandaag dinsdag. Ik bedenk net opeens dat ik het koud heb en dat ik vergeten ben de verwarming vandaag aan te doen. Oké. Maar goed, het maakt op zich niet zoveel uit, want ik ga toch straks de deur uit. En dan hoeft de verwarming sowieso niet aan, want ik neem de honden ook mee. Ondertussen zoek ik eventjes mijn concealer. Hier is hij. Ik ga namelijk naar mijn zus toe in Arnhem. Anna en ik hebben niet echt een plan, maar zij heeft nu nog kerstvakantie. En het leek ons wel leuk om elkaar nog een keertje te zien. Deze week voordat ze dus weer aan het werk moet. En ik heb ook nog een wat rustigere week. Dus ik doe even snel nog wat mascara en eyeliner op. En dat is dan alweer mijn look voor vandaag. En ja, dan ga ik lekker naar Arnhem. Ik ben nu bij Anna in Arnhem. Oh! Ja, ik moet daar echt aan wennen dat er dan opeens een hond bij staat. Ja. Bolly vindt alles wat jij doet heel interessant. Ja, ik ben heel interessant. Dat is een avocado! Ja! Dat is geen speelgoed. Nee. En Lilo heeft al helemaal haar plekje gevonden. Met haar knuffel. Ja, en dit wordt onze lunch. Plus... Guacamole. Gaat vanavond Monan koken? Ja. Wat gaat hij maken? Udagasa manis. Wat is dat? Bolila. Ik weet niet of je, ik hoop dat je het lekker vindt. Het zijn garnalen. Oké. Dat ik weet dat het niet je favoriet is, maar het is echt goddelijk. Oké. Okay. En dan is het een zoetzure saus. Ja. Beetje pittig. Mm-hmm. En dan met rijst en waarschijnlijk, ik denk tauge, iets met tauge als groente, moeten we even kijken wat we doen. Nou, het zal vast wel lekker zijn, Monangs, ja. Kookkunsten kennende. Oh, ja, het is een van mijn favorieten. Oké. Deze muziek doet me denken aan de Vikingen. Ja, dit is ook eigenlijk een beetje Ierse volk muziek. Ja. Maar dit doet mij altijd denken aan papa. Ja, ook aan papa. Maar het is ook een plaat van papa. Ik heb ook platen van papa, maar ik weet niet zo goed waar ik die heb. Jij hebt alles van de Beatles. Ja, dat weet ik, maar ik weet niet zo goed waar. Ik denk dat ik die bij mama op zolder heb nog misschien. Dat denk ik ook. Ja. Ik heb een puzzel met katten gekregen van mama, ja. Geen ze maar even hier zetten? Puzzel doen. Let even niet op mijn haar hoor, dus een beetje... Puzzelhaar. Ja. Heb ik ook al. For fun fight, zonder R. Dit is ook het plaatje dus. Ja, die is wel handig om erbij te houden. Die hebben we nu nog even niet nodig. Kijk. Oh. Deze gaan we doen. Die had mama bij Kruidvat gekocht, toch? Op een gegeven moment, dat volgens weet mij. Ik weet niet. Ja, denk het wel. 950 stukjes. 950 euro. 950 euro. Oké, laten we eerst alle randjes eruit zoeken. Ja, ik doe even deze aan. Ja. Ding, ding, ding. Wil je een snoepje? Een snoepje? Ja, willen we er jellybeans bij? Ja, welke heb je dan? Ja, die ik heb gekocht. In Duitsland. Met kaneel. Ja. Ik heb dat hele zakje nog dicht. Coke. Ik heb ook echt nog tig kauwgompjes. Ja, ik ook. Ik heb er maar eentje gegeten. Ja, ik was heel teleurstellend. Ja, vooral omdat het altijd smaak. Nee, ik had banaan. Oh. En dat was echt na 3 seconden weg. Oké. Ik doe deze hierin. Het is misschien handig als we de niet-hoekjes ook meteen omdraaien. Ja. Hey, zijn dit andere? Dit zijn ook
ook jelly beans. Maar geen vieze zitten er tussen. Maar die heb ik ook nog trouwens. Hè? Die huur aan mond aan het eten. Ja. Als die het niet weet. Ja, dat zou echt heel leuk zijn. Ik wil een foto maken, daarom zet ik het hier neer. Te laat. Nou, niet te mee filmen. Wat doe je nou? Lotte, de jongen. Nou. Ik ga het niet plaatsen. Wat was je aan het maken dan? Ik wou gewoon een story maken, maar ik dacht, dit is te debiel. Dit kan niet. Ik weet niet eens wat ik daar aan het doen was eigenlijk. Nou, dit? Wat? Oké, nee, dat kan echt niet. Nee. Waarom? Maar dat was zo grappig dat ik wel even het wilde vastleggen. Wat had jij? Hoezo? Waarom heb je deze nou daar gedaan? Zo, ik word echt met mijn vingers getikt. Ik bedoel weer. Hè? Nou. Doe je ook zo tegen de kinderen op school? Ja. Hey, nog een hoek. Maar tegen de kinderen op school zou ik zeggen, hé, kijk daar eens. Ja, en tegen mij zeg je, waarom heb je dat nou weer gedaan? Ja. Alle randjes zijn uitgezogen en alle middelste stukjes liggen nu daar. Dat zijn er te veel altijd, hè? We schieten al een soort van op met de puzzel. Ja, het lijkt misschien van niet, maar het is wel. We hebben alles op kleur gesorteerd. Hier en daar al wat vlinders. Hij is wel moeilijk, vind ik hoor, deze puzzel. Omdat heel veel vlinders op elkaar lijken qua kleur. Ja, maar we hebben er al een aantal. Kijk, ik heb deze ook al bijna en dan deze smakkie kakkie. Jeetje. Makkie kakkie. Ik zei dat laatst ook en toen waren mensen helemaal zo van, wow, dat heb ik echt al sinds mijn kleutertijd niet gehoord. Maar ik zeg dat ook wel eens. Net als kutlul. Dat ja, is nog steeds mijn favoriete scheldwoord. Maar mensen moeten dat lachen omdat ze dat nooit meer horen. Ik vind het ook leuk. En ondertussen is Monang het eten aan het maken. Kijk de honden. They are your fans. Because you have the food. Oh, do you have kroephoek or not? Ja. Ja, they can smell the kroephoek. Oh, they like kroephoek. Ja, yeah, they really like kroephoek. Wat dan doe? You want to share your kroephoek? Ja, why not? Ja, they can, if you want to, you can give them. Ja, yeah, they really like kroephoek. Hey, popcorn. Ja. What's this? Is this the shrimp? Shrimp? Ja, yeah. Yeah, shrimp. Shrimp, garnaal. Yeah. How do you say garnaal in Indonesië? Udang. Udang? Udang? Ja. Oké. Udang asam manis. Ja. Oké. Itu udang asam manis, itu soup ala Monang. Ja. En nasi. Nasi. Oké. Okay. Lekker. Ja. En crackers. Crackers. Lekker. Wij hebben heerlijk gegeten dankzij Monang, die heeft lekker gekookt. En we gaan nu weer verder met de puzzel. Ja, we gaan nu weer verder met de puzzel. Some jelly beans and a few pieces of chocolate. And a few apples, if you like. I like apples too. Moet hier een onderzetter onder? Nee. Oké, okay, waarom? Maar ik wil vragen waar je hem wil hebben. Hier. Ja? Ja. Dankeschön. Het wil, maar hij kan wel wat sterker, die. Ja, ik doe hem ook nog niet eruit. Nee, prima. Maar. Oké. Okay. Nou, let's continue the puzzle saga. Past dit niet? Nee. Maar dit wel. Jij bent dan ook zo'n kind dat net zo lang doorgaat totdat iemand het heeft gezien. Lotte. Wel, Anna. Het is wel waar. Nee, Lotte. Nee. Nou ja, ik ben ook niet boos. Nee. Nee. Ik ben alleen teleurgesteld. Kijk, ik ben moving. Yay. Wow, no. Drie liedjes verder. Ja, ik vind die gewoon leuk.
Okay, look, Monong, you can try and make this butterfly because I looked sort of already the pieces. It sounds like Pokemon. No. What is it? The Lord of the Ring. Oh, so much fun. Yeah. That's good. Like building the kingdom, war. Oh yeah, sounds good. Do you like chocolate too, Monong? Yeah, this one. Yeah? The dark chocolate I don't like. No, me neither. Yeah. What chocolate you don't like? Dark. You like. Yeah, I like it. I like more... Little bit sweet and... Yeah. Bit... Exactly. I like dark. Otherwise, our sweetness... I like dark. Gone, saya. Once you go so. Black. You want I show you how I do it? No, I know. No, it's not yours. Mine. Here. No, this is not yours. Nee, really. Yeah. Really, nee. Okay. Oh! Ja. Even erin komen. Die thee ging ook echt nog maar net niet om. Ja. Oh! Ja, daarom moest ik ook lachen. Maar wat deed je? We hadden bijna. Oh, wat de... Oh nee. Is dit... Rustig. Hey, ja, rustig. Ja, maar ik kan er niet tegen als ik het niet weet. Lotte, ja? Waar wordt deze? Dat is een heel duidelijk stukje. Bij die misschien? Zo? Van dat die. Is dit stuk, aan. Kijk. Ja, hè? Van die, hè? Tussen die twee vleugels. Ja, precies. Dus dat is ook van hier. Die. Ja, het moet zo hier ongeveer. Dat dacht ik ook. Die past ook gewoon... Past die nou daar? Nee. Maar wel bijna. Ja, bijna. Maar hij hoort wel ongeveer daar. Ja. Oh. Hè? Is dat dan... Hier is toch... Met een oranje. Oh, daar. Die is het. Daar. Ja. Dat is leuk. En deze hadden we ook al ergens. Die heb ik zeker weer weggelegd en dan daar gelegd. Dat zo. Oh, denk ik. Even kijken, want deze zou dat dan dat stukje zijn. Oké. Nou, de puzzel is bijna af. Het is inmiddels 10 uur geweest. Wow, en ik moet naar huis. Monna ligt te slapen. De hondjes... Nou, Bolly niet. Die denkt, wanneer gaan we naar huis? Human. Ja, maar het was wel leuk. Wel jammer dat we hem niet af hebben gekregen. Ja. Het is vandaag woensdag. Ik plak er nog een vlogdagje achteraan. Gezien ik geen dagvlogs meer maak, maar tweedaagse vlogs. Want vlogmas is voorbij. Ik moet weer eventjes wennen aan tweedaagse vlogs. Maar dat zal vast en zeker snel weer helemaal gewennig zijn. Ik heb net boodschappen gedaan. En ik dacht, laat ik weer een keertje een boodschappenhaul filmen. Allereerst heb ik gekocht spelbrood. Ik heb sinds kort een broodrooster. En... Nu vind ik het dus weer heel erg lekker en leuk om brood te eten. Want ik hou echt van geroosterd brood. Goed, dan heb ik gekocht wc-papier. My girls got a poo. Ik heb 2 pakken havermelk gekocht. En 2 pakken havermout. Dan heb ik gekocht zoete popcorn. En dit is echt mijn favoriete snack op dit moment. Ik eet bijna elke avond zoete popcorn. Ja, waarschijnlijk komt het over een tijdje mijn neus uit. Maar vooralsnog, elke avond... Me and you, vaste prik. Dan heb ik gekocht risotto rijst. Vanavond ga ik namelijk risotto maken. Charlotte komt hier eten. En ik heb nog de rest van de ingrediënten in huis. Dus ik dacht, als ik even een pakje risotto haal, dan komt dat helemaal goed. Ik heb ook orzo gekocht. Dat is voor een recept dat ik morgenavond ga uitproberen. Maar dat gaan jullie in een andere video zien. Want
er gaan weer kookvideo's komen. Überhaupt eetvideo's in het algemeen. Want ik hou nog steeds van eten en ik weet dat jullie het nog steeds leuk vinden om te zien. Dus stay tuned. Oh, mijn soep kookt. Ik ben ondertussen soep aan het koken. Then I bought bananas and apples. Ik moet weer wat meer fruit eten van mezelf, want ik eet eigenlijk alleen maar bananen. Elke dag een banaan, maar in bananen zitten niet alle vitamine die in bijvoorbeeld appels wel zitten. Ook heb ik gekocht een basilicumplantje. Ik wil eigenlijk helemaal geen basilicumplant, maar gewoon een doosje met basilicum. Maar die is echt elke keer als ik bij de Jumbo kom op. Waarschijnlijk is het moeilijk leverbaar of krijgen ze er elke dag maar één of twee binnen of zo. Ik grijp dus steeds mis. Dus ik dacht, nou ja, weet je, dan haal ik wel een keer een plantje. En waarom ik dus geen plantje wil, is omdat deze bij mij altijd echt binnen een week verpieteren. En dat vind ik dan gewoon zonde van het geld en van het plantje. Er zijn mensen die er beter voor kunnen zorgen dan ik. Dus dan laat ik het liever in de winkel staan. Maar oké, dan heb ik nog twee kaasjes gekocht. Allereerst roombrie 80 plus, hoor je ook? Oh nee, 60 plus. En de petit tourtin typé. Gewoon een zacht kaasje. Die heel erg stinkt. Deze niet, maar die wel heel erg lekker is. Ik heb nog kokeroom gekocht en pecorino kaas. En tot slot nog knoflook en een preitje. En het heeft me ongeveer €26 gekost. Ik kreeg namelijk €5 korting omdat ik 1000 punten kon inwisselen. Gotta love die Jumbo, hoe heet het ook alweer? Spaar je mee met de, oh ja, Jumbo extra's. Oké, okay, ga jij even leuk tegen de klok? Ik moet even op de risotto letten. Dat kan geen twee dingen tegelijk, zegt ze. Nee. Charlotte is er. Hoi. Moet hij helemaal gewoon? Nee. Maar er komt heel weinig af hoor. Ja, maar dat lijkt. Het komt er allemaal tussendoor, hè? Is deze nou van mij of van jou? Van mij. Oh ja, want ik drink niet zo. Grappig, dit is niet parmezaan, maar pecorino. Hey, ja. Bonnie appt. Ja. Hoi Bonnie. Naar de glitterdrieling. Ben je nu een thumbnail aan het creëren? Nee. Wil je dat graag? Nee. Oh, maar dan, als ik dan wijn heb, vinden mensen mij weer een... Stom. Dit is de helft, super weinig. Zie je? Ja. Maar hoeveel wil je erin? Weet ik niet hoeveel erin moet, meestal best veel. Maar hij loopt natuurlijk ook taps toe, hè? Ja. Ik zou nog een beetje extra doen. Taps toe. Tap toe. Ken je de tap toe? Ja. Had je dat blad vroeger ook met die dieren? Oh my god, love it. Hoe heette dat andere blad ook weer? Want je had er twee. Oki. Ja, die was de voorloper van. Echt? Ik maakte een grap. Ja, volgens mij wel echt. Oh. Mijn wijn staat naast de basilicum. Oké. Okay. Alright. I rasped the cheese. Thank you. Ik wil ook een tumpje met bloemen. Het ruikt een beetje naar pots. Die kaas. Nee, het ruikt heel zuur. Oh ja, pots is zuur. Ja. Wow, kijk hoe ander beeld. Huh? Jouw is... Huh? Ja, jouw staat omlaag, hè? Oh ja. Huh? Huh? Zeg groot kapje waar je heen, zo alleen, zo alleen. Zeg groot kapje, waar gehst du heen, zo alleen. Ik durf dat aan jouw vlog niet te doen. Nou, ze vinden dat vervelend. Proef eens een kaasvlokje, het is heel zout. Wat doe je eigenlijk met die courgette? Die gaat er straks doorheen, een beetje eroverheen denk ik misschien. Wil je dit proeven? Oké. Het is heel... Oh. Zoutig. Nou, lekker. Ja. Ik wist niet dat het stond lekker. Ik ken alleen de parmezaan hiervan. Nou, dit is gewoon schaap. Als je trek hebt, is dit heel lekker omdat het zo zoutig is. Ja. Hoeveel zout zit er? Past ook wel goed bij de wijn. Oh, lamstremsel. Tremsel is niet vegetarisch, toch? Of heb je ook non-dierstremsel? Weet ik niet. Question of the day. Schapenmelk en lam. Lam? Ja, een lam is een baby van een schaap. Ja. Zo is wel echt zout als je zo'n stukje gewoon zo alleen hebt. Ja. Chef kok. Charlotte doet even de garnering. De risotto is klaar. Voilà. Oeh. Het ziet er wel lekker uit. Ik hoop echt dat het ja, lekker is. Ja, het is toch lekker. We hebben het geproefd. Ja, het is sowieso wel lekker. De cheese is sowieso lekker erbij. Ja, en de lenteuien ook. Ja. En bieslook die er... Oh, wil je nog bieslook er overheen? Of denk je, nou, ik wil nu eten. Laten we het doen. Oké. Okay. Let's do it. Do it now. Lick it. Lick it. Just like... Dat ken ik niet. Jij hebt echt wel heel veel minder lot. Ja, maar ik pak straks nog wel meer. Ik had het gewoon verkeerd gedaan. Dit is het eindresultaat.
Eet smakelijk, Charlotten. Eet smakelijk, Lotten. Kijk, echt zo kleverig. Ja. Het komt omdat het eigenlijk ietsje te overgaar is. Maar ik ben blij dat ik het risotto-achtig vind. Ik twijfel voor niet toch nog zout aan het. Zit er zout in ook? Een beetje. En pecorino. Een beetje, ja. Maar niet veel. Mag er inderdaad wel wat meer bij. Ik ga zout pakken. Gewoon een beetje zeezout eroverheen. Nee, echt helemaal. We gaan even naar de zolderkamer. Niemand weet wat dit betekent. Lampa? Oh, ik denk dat ik zei, kom maar mee. Ja, wij gaan naar de zolderkamer. Je mag niet in mijn slaapkamer kijken. Nee, wat netjes. Maar ja, we gaan even nagels lakken. Ja, dus ik zei al, leuk om samen te ligt hier een vlieg? Gadver. Thuis het kletsen. Hier allemaal insecten in je huis. Ja, gezellig. Al mijn vrienden. Ben ik toch niet helemaal alleen. Nee, niet van Combo is, maar er wel blijft. Ja, die van Combo heb ik ook nog hoor. Kitty, wat is het allemaal? Het is allemaal nieuw. Ja, dit is mijn doos met spul dat ik nog moet uitzoeken. Maar hier zijn er dus een paar van Kitty. Ja, het is kerst geweest. Ja, ik heb allemaal gift sets en zo. Is dit wat je niet wil? Ja, nee, dat moet ik dus nog gaan uitzoeken. Dat ga ik vrijdag doen. Nee. Is de beurs hier? Oh, mijn camera staat er. Bijna dat hele ding omver. Oh. En jij ook verblijft van grappen. Zo super erg. Zo grappig. Huh? Dit is bijna Body Works. Nee. Jij die candle. Ik vind het zo leuk om gewoon te kijken. Want ja, mooi. Ik hoef niet eens hebben, maar ik wil gewoon kijken. Ik gebruik net wil ik nu alleen nog maar deze nagellak remover. Ja, die heb je pas net. Helemaal niet. Ik heb deze sinds januari al hoor. Vorig jaar. Het is pas nu net januari. Vorig jaar zeg ik. Wie maakt ooit nagels schoon met nagellak remover die olie is? Ik, want dat droogt je nagelriemen niet uit. Ja, maar het is verschrikkelijk. Ik ben al 10 minuten bezig. Ja, en ik ben echt al lang klaar en ik heb er letterlijk anderhalve minuut over gedaan. Dus iets gaat hier fout en het is bij ik jou. Ik doe aceton. Wip, wip, wip. Ja, maar dan heb je dus de rest van de week droge klauwen. Oh, nou, dit krijg ik ook kippenvel van. Halleluja. Het is lavendelolie. Het ruikt een beetje naar slaapmiddel voor mijn oma. Je had ook je eigen nagellak remover mee kunnen nemen, in mijn hondjes. Helemaal hoor, doe eens stil, hoor eens. Dat hoor je. We zijn dus onze nagels aan het lakken. Ik ga deze opdoen. Ik moet nu helemaal opstaan om mijn vingers te wassen. Helemaal opstaan? Ja, echt die meid. Moet dat zwaar hier? Ja, ik heb dat net wel gedaan. Ik weet niet of dat echt is. Het is helemaal niet vet meer. Nee, maar dat is dus ook het voordeel hiervan. Dat het wel olie is en het droogt dus niet uit. Maar het blijft ook niet vettig achter. Ik ga het goochelen. Oké. Ik ga Gitty nummer 130 gebruiken. En ik denk een glitter topcoat eroverheen of zo. En Charlotte gaat deze gebruiken, Gitty ja, nummer 32. Eigenlijk is het niet wat ik wilde, want ik wilde voor sexy gaan. Ja, maar wat is een sexy nagellakkleur? Ik denk dan aan donkerrood. Donkerrood. Donkerpaars vind ik echt, dat is echt tiener Lotte, die nee. Fan was van Avril nee, Lavigne. Nee, niet die kleur paars. Wat ik net op had. Dat was rood. Dat was paars. Ja, alleen mijn... Tint is gewoon meer paars. Gewoon wijnrood, zeg maar. Nee, tussen rood en paars. Hallo, Canon van 700 euro. Doe even je best. Irritant? Ja, ik word daar echt niet goed van. Nou, dit is het eindresultaat geworden. Neutraal met een glittertje. En ik heb op mijn ringvinger een gouden glitter van Catrice aangebracht. Deze. Die vind ik heel erg mooi. We hebben net trouwens echt een afzichtelijke Polaroid gemaakt. Maar hij is dus daarom ook wel weer heel erg leuk. Ik heb vandaag natuurlijk geen make-up op en ik ben echt een wit spook op deze foto. Maar we staan er allebei niet echt op ons best op. Een leuke foto te maken. Ja, ik dacht ook leuk. Maar... En we doen het wel een keertje opnieuw. Ja. Maar ik vind het wel leuk dat je dat vlaggetje erboven ziet. Ja, die vond ik ook leuk. Dat is de enige leuke. Maar kijk dan, deze heb ik net van Charlotte gemaakt. En die is echt gorgeous gewoon. Echt jammer dat je hem niet mee naar huis mag nemen. Ik wil nog geen foto van mezelf. Charlotte is net de deur uit. We hebben echt zo'n leuke avond gehad samen. En ja, ze was al best wel een tijdje niet hier geweest. Dus ik vond het heel erg leuk om haar weer een keertje bij mij thuis te ontvangen. Ik ga nu de vlog afsluiten, want het is inmiddels 11:45. Ik heb net de honden uitgelaten en ik ga nu lekker even mijn gezicht wassen en dan naar bed. Ik zie er echt uit als een spook. Oh, ja, je ziet echt aan me dat ik moe ben. Maar goed. Heel erg bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En welterusten. Voor mij in ieder geval. Doeg!